Een mooie nazomerdag in 2022 kreeg een oud gastel een gitzwart eind. Oma E. reed daar met hoge snelheid twee moeders en twee kinderen dood. De slachtoffers komen allemaal uit Bossenhoofd, een klein dorpje hier in de buurt. Het tikt natuurlijk aan, ik kom wel goed binnen. Maar naast die tragische aanrijding heeft Omar E. uit Roosendaal misschien nog meer op zijn geweten. Wie is de 28-jarige Omar? Waarom werd het dodelijke ongeluk nog een keer in scène gezet? En waarom wordt hij naast doodslag ook verdacht van drugshandel? Het is vrijdag 2 september 2022. Een dure huurauto met Duits kenteken scheurt dan over de Roosendaalse baan in Oud-Gastel. In die auto zitten drie mannen met aan het stuur Omar E. Hij raast over de weg met de zwarte Mercedes. Volgens de politie met zo'n 150 km per uur. Drie keer harder dan is toegestaan op de 50-weg. Op de kruising met Zijstraat het Appeltje doen de stoplichten het niet. En op dat moment komt een Toyota de hoofdweg op gereden. Met daarin twee moeders van 39 en 42 jaar en drie jonge kinderen. En dan gaat het gruwelijk mis. De Mercedes ramt de Toyota vol in de zijkant. Ja, wij kregen iets voor 6:30 een melding van een ongeval. Dat was een automatische melding vanuit de zwarte Mercedes die betrokken is bij dit ongeval. Wij wisten dus eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand was. Collega's komen hier ter plaatse. Ja, die treffen een aantal zwaargewonden en al ook een aantal overleden personen aan in de Toyota. Omar E. wordt gelijk opgepakt. Van de 5 inzittenden van de Toyota overleven 4 het niet. De twee moeders, een jongetje van 8 en een meisje van 10, zijn op slag dood. Het meisje van 9 wordt naar het ziekenhuis gebracht. Alleen zij kan nog geholpen worden. Ik heb er de hele avond mee gezeten. Ik had zoiets van, ja, ik moet iets. Ze moeten even weten, ja, dat eraan gedacht wordt. Het is toch een ramp, hè? Zo'n klein plaatje en dan 4 tegelijk. Dan wordt gewoon veel te hard gereden. Ik hoop echt dat die mensen echt goed aangepakt worden. Op 9 september wordt er een erehaag georganiseerd in Bossenhoofd. Hulpverleners, de voetbalclub, familie en klasgenootjes van de slachtoffers zijn erbij. En als je dan ziet hoe een vader zijn vrouw en zijn twee kinderen op de tractor zo wegbrengt met een erehaag waar alle kinderen en ouders met tranen in hun ogen huilen bloemen op een kar gooien, dan word je bijzonder stil van. Indrukwekkend. Ja, meer kan ik niet zeggen. Heel triest. En hoe zo'n man verder moet, ja, weet ik ook niet. Ja, het was zo indrukwekkend en dat iedereen zo meeleefde, maar ik wens de familie heel veel sterkte. Al snel groeit naast het verdriet in het dorp ook de woede richting de mannen in de Mercedes. Zij overleven het alle drie wel. Omar E. wordt al snel verdacht van doodslag en poging tot doodslag. En hij is aangehouden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. En hij zit voorlopig vast, zodat wij hem kunnen horen en verder onderzoek kunnen doen. Omar E. is trouwens geen onbekende voor politie en justitie. Zo zou hij eerder ook betrokken zijn geweest bij ongelukken in Spanje en Marokko. En kroop hij zonder rijbewijs achter het stuur. De officier van justitie noemde hem destijds al een risico in het verkeer. En zegt dat Omar zichzelf overschat. Ook werd de politie alles getipt over verdachte situaties rondom zijn huis aan de Regina Donk in Roosendaal. De recherche had al langer het vermoeden dat Omar wat te verbergen had. Zo kreeg de politie in april 2021 al een tip binnen. Iemand hier in de wijk Langdonk, waar Omar toen woonde, had gezien dat er auto's stopten met Spaanse kentekens. En die kwamen langs bij Omar en vervolgens werden ze volgeladen met grote zakken. Terug naar 2023. Na 6 maanden voor arrest wordt Omar in maart 2023 vrijgelaten. Hij mag de zaak thuis afwachten tot onbegrip van nabestaanden. En wel wordt hij scherp in de gaten gehouden. Maar lang kan hij niet van die beperkte vrijheid genieten. Want dan is het juli 2023. Opnieuw gebeuren er gekke dingen rondom het huis van Omar. Er komen meerdere mensen langs en er worden verdachte tassen uitgewisseld. Als de politie een van die auto's achtervolgt en stilzit, vinden ze onder meer een kilo hash en henneptoppen. En niet veel later besluiten ze daarom ook in te vallen in de straat van Omar. Bij een buurman van Omar E. vindt de politie enkele kilo softdrugs. En bij Omar E. zelf thuis vindt de politie 6 mobiele telefoons, wat heel erg verdacht is. Maar ook een Rolex horloge en bijna 40.000 euro cash. Nou, ook wordt er nog een aantekeningenblok gevonden, een notitieblok met daarin aanwijzingen voor wiethandel, wat ook al heel interessant is voor de politie. Omar E. die probeert nog te vluchten. Hij springt over een van deze schuttingen hier in de buurt.
maar tevergeefs, zonder succes. Opnieuw wordt Omar dus opgepakt. En opnieuw komt hij een paar dagen later weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie pikt dat niet, gaat in hoger beroep en krijgt gelijk. En dus zit Omar sinds half september echt vast. En nu wordt hij dus niet alleen verdacht in de zaak rondom het dodelijke ongeluk, maar ook van hennephandel en witwassen. Ondertussen gaat ook het onderzoek rondom het fatale auto-ongeluk verder. Hoe heeft de crash kunnen gebeuren? Heeft Omar geremd of niet? Zijn advocaat zet vraagtekens bij de snelheid waarmee hij volgens justitie zou hebben gereden op het moment van de botsing. Hij vraagt daarom een reconstructie. Het is een wat onwerkelijke situatie hier op de Borenwerf. Roosdalsbaan is normaal een drukke doorgaande weg, maar nu is het vooral heel veel politie en metapparatuur. En een auto die steeds harder voorbij komt rijden. 129 km per uur. Medewerkers van het NFI zijn vandaag onderzoek aan het doen naar aanleiding van een dodelijk ongeluk vorig jaar september. Vandaar dat we hier op deze ongevalslocatie zijn. Er wordt snelheidsdata verzameld en dat wordt onderzocht ten opzichte van de camera's die hier hangen en die in het politieonderzoek een belangrijke rol hebben gespeeld. Omar E. zit nog steeds in voorarrest. Sterker nog, hij kan niet eens terug naar zijn huurhuis. De rechtbank bepaalt in februari 2024 namelijk dat hij door de woningstichting uit zijn huis mag worden gezet, omdat hij is opgepakt voor drugshandel. En hoe nu verder? Beide zaken, die van het ongeluk en de drugshandel, zijn nog in volle gang. En dus duurt het nog wel even voordat Omar E. weet welke straf op hem wacht.